Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij het laatste onderdeel van de zomerconferentie in het kader van Weg met de achterkamertjes, alles openbaar. Kansen en risico's van transparantie. We zijn te gast bij de Eerste Kamer. Dat is een traditie geworden. Daar zijn wij ook heel blij mee. En in dat kader hebben we twee sprekers vandaag. Mevrouw Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer. En mevrouw Scholtens, die een proefschrift heeft geschreven over transparantie. En die heel veel onderdelen heeft meegemaakt van de zomerconferentie en daar ook op terug gaat blikken. Die is een klein beetje gehandicapt op dit moment door een verzwikte enkel. Dus vandaar dat zij in de hoek daar zit, helemaal rechts. En straks ook achter het spreekgestoel de plaats zal nemen. Dank. Ja? Moet jij daarvoor? Ja? Ja, dank. Normaal moet ik die knoppen bedienen. Maar ja, hier zit die knop niet bij. Dames en heren, welkom in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Voor het vierde jaar nu vindt de afsluiting van de zomerconferentie van het Montesquieu Instituut in dit huis plaats. En het thema is deze keer weg met de achterkamertjes, vraagteken, alles openbaar, vraagteken, transparantie, dubbele punt, kansen en risico's. En binnen dat thema is er anderhalve week georiëerd, gedebatteerd en gefilosofeerd over de kansen en risico's van openheid. Vandaag zal ik samen met mevrouw Erna Scholtens, maar zij is al reeds geïntroduceerd door Lisbeth Wijs, als laatste in een lange reeks van sprekers hier nog enige woorden aan toevoegen. En ik zal dezelfde woorden gebruiken die ik gebruikte bij mijn maiden speech in deze Kamer op 2 december 2001. Namelijk de woorden van de zesde vrouw van Hendrik de Achtste. Die was ook in een lange rij, Catherine Parr. En die zei, I'm aware that something is expected from me. But how can I make a difference? Ik hoop dat ik toch nog een kleine bijdrage vandaag kan leveren aan het thema van de achterkamertjes. Ik wijs u even op de medaillons in het plafond van deze zaal. U ziet ze waarschijnlijk en dat zijn vensters. Vensters van groepjes mensen die nieuwsgierig naar binnen kijken. En het zijn de handelspartners van de toenmalige Republiek van de Verenigde Nederlanden. U ziet Polen, Perzen, Turken, Spanjaarden, Mexicanen, Fransen, Italianen, Russen en Duitsers. De gemakkelijkste om te ontdekken is diegene die daarboven is met de Indianenhoofdtooi. Dat zijn de Spanjaarden. Bij het ontwerpen van deze zaal in het midden van de 17e eeuw is hier bewust voor gekozen. Deze schilderingen zijn aangebracht rond de jaren 1660, 1664. Er zijn twee manieren van uitleggen over die medaillons. Was het nu zo dat de Staten-Generaal van de Republiek zichzelf zo belangrijk vond dat ze zeiden, iedereen moet maar eens even zien hoe wij het hier doen? Of was het zo, wij zijn zo transparant, iedereen mag kijken wat wij doen? U mag dat zelf bedenken, wat daar de beste uitleg voor is. In het kader van uw conferentie is natuurlijk de laatste uitleg de beste. Hoe is de Eerste Kamer in het verleden omgegaan met transparantie? Hoe dat in het verleden was, dat is misschien een aardig onderwerp voor een volgende conferentie, maar ik zal vandaag ingaan op de manier waarop de Eerste Kamer nu in de 21ste eeuw met transparantie omgaat. Hoe transparant zijn wij, de Eerste Kamer, eigenlijk? Ik ben me ervan bewust dat de Eerste Kamer vanwege haar reflecterende rol en vanwege het feit dat de aandacht vaak op de Tweede Kamer is gericht,
niet meteen open en toegankelijk oogt. Maar we zijn het wel. Door u een en ander toe te lichten van hoe het instituut met transparantie omgaat, zal ik proberen u vandaag een meer volledig beeld te geven van de mate van openheid en transparantie van de Eerste Kamer. U kunt daarna aan het eind zelf oordelen of wij transparant genoeg zijn, of dat we misschien nog veel transparanter zouden kunnen worden. Laat ik beginnen met de formele kant van de zaak. Wat is er vastgelegd over transparantie? Voor de Eerste Kamer geldt hetzelfde als wat voor de Tweede Kamer geldt, namelijk artikel 66 van de Grondwet. En daarin staat dat de vergaderingen van de Staten-Generaal openbaar zijn. Hiervan kan worden afgeweken in de Eerste Kamer wanneer een tiende van de aanwezige leden dit verzoekt of wanneer de Kamervoorzitter dit nodig acht. Dat heeft een prachtige term, dat heet comité in comité-generaal behandelen. In het verleden werd dit gedaan bij de raming van de uitgaven van de Kamers. Dat hoef je nu niet meer om te komen. Maar ook bijvoorbeeld ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd er besloten vergaderd. Dit instrument is sinds 1973 niet meer door de Eerste Kamer gebruikt. Naast deze bepaling uit de Grondwet bevat ons reglement van orde enkele bepalingen over het openbaar maken van notulen en schriftelijke vragen en het bijwonen van plenaire vergaderingen en hoorzittingen. Tot zover onze formele verplichtingen. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? In de praktijk doen we ons uiterste best om actief gevolg te geven aan deze verplichtingen. En met de opkomst van internet is dat ook steeds eenvoudiger. Zo zijn sinds februari 2011 de plenaire vergaderingen van de Kamer via internet te volgen. Een geïnteresseerde burger is dus niet langer afhankelijk van de tribunes die u hier links en rechts van mij ziet, maar kan het debat vanuit de comfort of his own home bekijken. Overigens moet u zich ook realiseren dat deze tribunes pas aan het eind van de 19e eeuw zijn vervaardigd en voor die tijd was er dus helemaal geen mogelijkheid voor het publiek om hier vergaderingen bij te wonen. De praktijk is dat ook veel mensen vanuit de comfort of his own home deze bijeenkomsten, de vergaderingen, bekijken. Een steeds grotere groep geïnteresseerden, daaronder ook natuurlijk de media, volgen onze debatten via internet. Om een voorbeeld te geven, het debat over ritueel slachten, dat doet vast een bel rinkelen bij u allen, is door ongeveer 2000 mensen op livestream gevolgd. De website van de Eerste Kamer is voor onze transparantie een heel belangrijk middel. De site stelt bezoekers in staat om op elk moment van de dag inzage te verkrijgen in de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen. Alle openbare stukken zijn voor burgers en belanghebbende organisaties toegankelijk en worden gepresenteerd in onderlinge samenhang. Ook biedt de website inzicht in de activiteiten van de Eerste Kamer als instituut, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van buitenlandse staatshoofden. De zoekmachine is voor de website cruciaal. Tik bijvoorbeeld de term verworpen wetsvoorstellen in en u krijgt een helder overzicht van alle wetsvoorstellen die de Eerste Kamer sinds 1945 heeft verworpen, keurig gerubriceerd per kabinet. Ik daag u uit om dat eens een keer te proberen en dat overzicht dan te zien. De website van de Eerste Kamer is veruit onze belangrijkste communicatiemiddel. En ook continu in beweging. Niet alleen naar buiten toe, maar ook intern is dit voor ons het archief van al onze officiële stukken. Dat vormt voor ons een extra stimulans om de informatie zo nauwkeurig en overzichtelijk mogelijk in te richten. Alle nieuwsberichten en stemmingsuitslagen die op de website worden gepubliceerd, delen wij ook via Twitter. Zo attenderen wij onze volgers, en dat zijn er ongeveer 4000. En ik realiseer me heel goed dat dat natuurlijk vrij beperkt nog is, want anderen hebben honderdduizenden volgers, maar wij hebben er dan 4000. Maar zo kunnen ze binnen een aantal minuten worden ze geattendeerd op de laatste ontwikkelingen. Ook biedt de Eerste Kamer al ruim 10 jaar via een afzonderlijke website www.europoort.nl inzicht in de Europese beleidsvorming en de invloed van het Nederlandse parlement op afzonderlijke Europese dossiers. Hierin is de Eerste Kamer echt een voorloper binnen Europa geweest.
In combinatie met een nieuwsbrief over de controlerende taak van de Eerste Kamer over Europese beleidsvorming en regelgeving biedt Europapoort.nl burgers en belanghebbenden inzicht in de samenhang tussen nationaal en Europees beleid. De inhuldiging van koning Willem-Alexander heeft de aanleiding gevormd om nog weer een website te openen. In februari 2013 is de website www.statengeneraal.nl ontwikkeld. En deze site geeft burgers inzicht in de activiteiten waarbij de Eerste Kamer en de Tweede Kamer gezamenlijk optreden. Onder andere de Verenigde Vergaderingen. Ook voor de komende Prinsjesdag staat er weer interessante informatie op. Via al deze digitale middelen haalt de Eerste Kamer burgers naar zich toe. En dit brengt mij op het volgende punt. Mevrouw Scholten stelt terecht in haar proefschrift, ik citeer, transparantie duidt op het zich openstellen voor input van buiten op de bereidheid te luisteren. Einde citaat. De Eerste Kamer moet zich, en dat doet de Eerste Kamer ook, zeker met het oog op de democratische legitimiteit, openstellen voor signalen uit de samenleving. Positief en negatief. Montesquieu stelde in zijn levenswerk De l'esprit des lois dat de wetgevende macht eigenlijk bij het volk in zijn geheel zou moeten berusten. En ik heb gezien dat dat citaat ook bij de papieren staat van deze zomerconferentie. Ik haal een klein stukje daarvan aan en wel in het Nederlands en dus niet in de taal van Montesquieu zelf. Maar aangezien zoiets in grote staten een onmogelijkheid is en ook in kleine staten op veel bezwaren stuit, dient het volk vertegenwoordigers aan te stellen die alles moeten doen wat het volk zelf niet kan. Einde citaat van Montesquieu in vertaling. Dit trachten wij als parlementariërs dan ook met volle overtuiging en integriteit te doen. Niet voor niets leggen wij bij ons aantreden hiertoe een eed of belofte af. Transparant zijn over het parlementaire proces komt in de eerste plaats ten goede aan het werk van de Kamer. En nu zal ik een toch wat omstreden bron aanhalen, namelijk WikiLeaks oprichter Julian Assange. En hij heeft gezegd, transparent government tends to produce just government. Maar openheid komt ook ten goede aan een positiever beeld van de Kamer. Als burgers weten hoe en waarop wij wetsvoorstellen beoordelen, en als ze weten dat ze ook een luisterend oor kunnen krijgen, dan voelen zij zich sterker verbonden met de Eerste Kamer. En hebben ze meer vertrouwen in de manier waarop hun belangen hier worden behartigd en vertegenwoordigd. Wat ik in de 12 jaar van mijn Kamerlidmaatschap heb gemerkt is dat de bevolking, om met Montesquieu te spreken, het volk, de weg naar de Eerste Kamer bij spraakmakende onderwerpen steeds vaker weet te vinden. Dit hebben wij het afgelopen jaar mogen ervaren bij bijvoorbeeld de debatten over het ritueel slachten en de pelsdierhouderij. Ik hoop dat het bij u allen wat bellen doet rinkelen, deze beide onderwerpen, want het heeft hier de gemoederen zeer bezig gehouden. Ook betrekt de Eerste Kamer steeds vaker deskundigen bij de oordeelsvorming voorafgaand aan de besluitvorming, door bijvoorbeeld hoorzittingen en expertbijeenkomsten te organiseren. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan bij het wetsvoorstel Nationale Politie. Wij vonden dat heel belangrijk, omdat daar nog wel heel veel haken en ogen aan zaten die in de Tweede Kamer niet zozeer aan de orde waren geweest. En we hebben dat vrij recent ook nog gedaan bij het wetsvoorstel over de prostitutiewet, waar ook veel haken en ogen aan zaten. En het resultaat daarvan is dat er weinig van het wetsvoorstel is overgebleven, zeg ik er dan maar even bij. De stem van de samenleving klinkt ook hier terecht steeds luider. Ik heb u nu enig inzicht gegeven in hoe de Eerste Kamer transparantie actief bevordert en burgers ook een stem probeert te geven. Maar nu terug naar uw thema. Achterkamertjespolitiek in relatie tot transparantie, als ik het even zo mag samenvatten. Laat ik vooropstellen dat de meningen hierover fors uiteenlopen. Vanuit het ene uiterste van een oud-minister, en dat was Donner, en dit citaat kent u ongetwijfeld, wetten zijn als worstjes, je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt zijn. En aan de andere kant van het spectrum staat onze vriend van WikiLeaks, Julian Assange, die vindt dat burgers vrijwel onbeperkt recht hebben op overheidsinformatie. En ik verwijs ook naar het citaat wat ik zojuist aangehaald heb van mevrouw Scholten, want die zegt dat ook.
Ik denk dat de ideale situatie ergens in het midden ligt. Voordat ik daar verder op inga, wil ik een citaat met u delen van een aflevering van Yes, Prime Minister van juli dit jaar. En u zult er ongetwijfeld wel naar gekeken hebben. Ik zal het citaat halverwege stoppen, want het is een citaat van één zin van, nou, ik geloof 15 regels. Dus dat is nogal wat. Maar het is wel heel sprekend, een sprekend voorbeeld. Het is Sir Humphrey, dat is de ideale ambtenaar die de minister-president moet ondersteunen. En die zegt dan, ik begin met het citaat, maar nogmaals, ik haal halverwege op. While it is true that in principle the activities of procedures of government should be conducted with irrefutable transparency and indeed punished with unmitigated vigor, it would be unrealistic and indeed foolish to ignore the possibility that under the pressure of unforeseen events, circumstances can arise in which the principle of transparency, if too literally applied, could consecrate a series of consequences which might not only cause grave embarrassment to the government, but also inflict severe damage on the national interest. En dat gaat dan nog zo een heel stuk verder, dat is één zin. En wat is dan het antwoord van de prime minister? Ook wel heel mooi. Sweep it under the carpet, you mean. Transparantie is in het wetgevingstraject vereist, uiteraard, om een zo groot mogelijk openheid over politieke discussies te geven. Maar te veel openheid bemoeilijkt wel het sluiten van compromissen. En die kant van de zaak wil ik ook belichten. Er dient een evenwicht te zijn tussen openheid en beslotenheid. Transparant waar het kan, besloten waar het moet. Transparantie betekent voor mij vooral dat de Eerste Kamer de taak heeft om helder te maken wat er met een wet wordt bedoeld. Wat de effecten daarvan zijn. Of de argumentatie deugdelijk is. En of de gevolgen acceptabel zijn. Rechtmatige, handhaafbare en uitvoerbare wetten. Daar gaat het in de kern om en daar toetst de Eerste Kamer aan. Dat proces van wetten transparant maken voert het parlement in belangrijke mate uit in het schriftelijke en vervolgens in het mondelinge debat met de regering. De consequente vragen, wat is het idee achter de wetsbepaling, wat zijn de gevolgen daarvan, is het voorstel in overeenstemming met andere regelgeving, hoe kan de bepaling worden gehandhaafd? Dat leidt er niet alleen toe dat wetsbepalingen of zelfs hele wetsvoorstellen worden aangepast, maar het leidt er ook met name toe dat er een zo helder en correct mogelijke wet komt. Ik geef nog maar weer even het voorbeeld van de prostitutiewet. Daar zitten één onderdeel, gaat er in ieder geval uit, er gaan twee onderdelen uit, dat is de registratieplicht en de zogeheten vergewisplicht. En ik kan u verzekeren dat als je vraagt aan de buurman of de overbuurvrouw, wat is volgens jou vergewisplicht? Dan is het antwoord, ik zou het niet weten, ik heb het woord nog nooit gehoord. Vergewisplicht betekent dat een cliënt zich ervan moet vergewissen dat de prostituee die hij bezoekt inderdaad geregistreerd is. Dat is niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar, hebben wij geconcludeerd. Dus de wet via novelle wordt op dit punt aangepast. Burgers moeten kunnen weten waaraan ze zich moeten houden en wat de consequenties zijn als zij dit niet doen. Transparantie lijkt de maatschappelijke multivitamine. Het is overal goed voor en je hebt er niet gauw te veel van. Ik citeer weer mevrouw Scholtes in haar proefschrift. Toch zijn er grenzen aan transparantie. Ik had het zojuist al even over het vinden van het juiste evenwicht. In hoeverre kan de Eerste Kamer zich bijvoorbeeld openstellen voor participatie van de samenleving in het proces van besluitvorming over wetsvoorstellen? Kamerleden stellen zich weliswaar open op, maar de vraag is, hebben ze nou voldoende tijd, en zeker Eerste Kamerleden, om daar voldoende gehoor aan te geven? En tot op welke hoogte kan de Kamer inzicht geven in welke discussies er binnen fracties tussen Kamerleden onderling en tussen Kamerleden en nationale en internationale organisaties voorafgaan aan het wel of niet aannemen van een wetsvoorstel? Om een fictief voorbeeld te geven. Er ligt een wetsvoorstel voor het heffen van accijns op koffie. Binnen een fractie heerst hierover verdeeldheid. En nu rijst de vraag. Stemt de fractie voor? Stemt de fractie tegen? Of is het een vrije stemming? De interne discussie verschijnt vervolgens op internet en leidt helaas tot een rel.
Met chocoladeletters staat het in de krant. Fractie X ruziet over koffieaccijns. Dat is niet best voor het imago van de fractie en ook niet best voor het imago van die partij. De indruk ontstaat dat de verhoudingen in de fractie ernstig verstoord zijn, terwijl dat geenszins het geval is. Er wordt gewoon, en dat is de gebruikelijke gang van zaken, grondig gediscussieerd binnen fracties. Er is dus een grens aan transparantie. Vooral in de oordeelvormende fase, en daar is wat mij betreft niets mis mee. De burger moet kunnen vertrouwen op de integere en zorgvuldige afwegingen van Kamerleden. Het vertrouwen in de publieke sector is in Nederland overigens relatief hoog, maar dat zult u ongetwijfeld weten. De organisatie Transparency International heeft in 2012 een Corruption Perception Index gepubliceerd van 176 landen. En Nederland staat in deze lijst op de 9e plaats na de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en Australië. En ik hoop nou niet dat we weer opgeschoven zijn, net wat hetzelfde gebeurd is met het World Economic Forum, waar we van plaats 5 naar plaats 8 verhuisd zijn. Het is 2012, meer kan ik u ook niet zeggen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het Nederlandse parlement nooit kritiek krijgt of niet open zou moeten staan voor kritiek. Die kritiek wordt vaak verwoord door de media. Net zoals de Eerste en Tweede Kamer een controlerende functie hebben ten aanzien van de regering, zo hebben de media een controlerende functie ten aanzien van de Eerste en Tweede Kamer. De media vervullen een waakhondfunctie. Maar daar mag je als zichzelf respecterende organisatie het nooit bij laten. Je moet ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. Zelftijdig acteren is beter dan te laat gecorrigeerd worden. Genoegzaam achteroverleunen is uit den boze. Op 18 juli 2013 heeft de GRECO, dat is de Groep d'État contre la Corruption, een rapport gepubliceerd waarin het Nederlandse parlement wordt verweten dat zij te sterk vertrouwt op de controlerende functie van de media en de eigen verantwoordelijkheid van Kamerleden en fracties bij ethische kwesties. De transparantie van het wetgevingsproces als zodanig wordt geprezen, daar is vrijwel niets op aan te merken, maar de gedragsnormen binnen het parlement laten te wensen over, volgens dat rapport van GRECO. Met als gevolg dat er onvoldoende transparantie is over bijvoorbeeld de eventuele belangenverstrengeling van parlementariërs. De GRECO beveelt Nederland dan ook aan om een gedragscode voor parlementariërs te ontwikkelen. Dit dient een overkoepelende codificatie te zijn van hoe parlementariërs om moeten gaan met onder andere giften, misbruik van informatie en contact met lobbyisten. Door een dergelijke code op te stellen wordt zowel voor Kamerleden onderling als voor burgers van buitenaf duidelijk aan welke voorschriften of registratieplichten Kamerleden zich moeten houden. Dat is transparantie. Ik zal vandaag verder over het rapport niet spreken en wat ik ervan vind zal ik u ook niet zeggen. Het is nu op dit moment bij de Eerste Kamer in behandeling. Wij komen als Kamer dus nog met een reactie en met een reactie op de aanbevelingen die in het rapport staan. Maar ik wil er wel in het algemeen dit over zeggen. Het voorkomen en tegengaan van corruptie is gebaseerd op vertrouwen tussen burgers en politici, openheid over besluitvorming en publieke kritiek. Dit zijn complexe constructies die niet altijd het best gediend zijn met nog meer regels. Regels op zich vormen geen garantie voor normconform gedrag. Het komt naar mijn idee veel meer aan op de, dan moet ik weer een Engels woord gebruiken, de mindset. De daadwerkelijke intentie en zuivere houding van Kamerleden. De cultuur en afspraken in hun politieke partij en het openstaan voor soms verschuivende opvattingen in het publieke debat. Regelgeving kan bijdragen aan transparantie en daarmee het gewenste resultaat opleveren. De discussie over topinkomens in de publieke sector is daar een voorbeeld van. Maar meer dan dat moet bij betrokkenen zelf, al dan niet als gevolg van een publiek debat, het besef zijn doorgedrongen dat de norm hout snijdt. Dat geldt ook voor de discussie over de topinkomens. Dit brengt mij op het punt macht en transparantie. De stelregel is dat de hoeveelheid beschikbare informatie proportioneel dient te zijn aan de mate waarin de organisatie of het instituut publieke belangen vertegenwoordigt. Voor mij betekent transparantie geen beslissingen nemen waar je niet mee naar buiten zou kunnen komen. Daarbij is transparantie vooraf minstens zo belangrijk als transparantie achteraf. Op die manier neem je mensen mee in het besluitvormingsproces. Achteraf bekendmaken dat een wetsvoorstel is aangenomen, heeft weinig zin. Het is nodig, het is verplicht, maar dan is de wet al tot stand gekomen.
bekendmaken dat een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer in behandeling is, dat er een schriftelijke procedure aanhangig is en dat het bijvoorbeeld volgende week plenair wordt behandeld, wat vervolgens dan weer live gevolgd kan worden, dat heeft wel zin. Transparant zijn betekent ook duidelijke taal gebruiken. Wat de teksten van wetsvoorstellen betreft, is de wetgever gebonden aan juridisch taalgebruik. En dat geldt niet voor de memorie van toelichting en voor de taal die wordt gebruikt bij de behandeling van een wetsvoorstel in het parlement. Dan is het onze opdracht om zo helder mogelijk taalgebruik te hanteren. En zo kunnen wij proberen te voorkomen dat transparantie alleen maar meer vragen oproept. Ik moet daarbij zeggen dat het woord vergewisplicht, ik heb het u net als voorbeeld gegeven, daar natuurlijk wel weer, wij hebben uitgelegd wat het is, maar het staat wel, stond wel in de wet. Als jurist en als iemand die jarenlang student heeft opgeleid in het effectief pleiten, vind ik het altijd interessant om een vergelijking te maken met de rechtspraak. De rechter moet ervoor zorgen dat niet alleen collega's, de griffier, de advocaat of de officier van justitie de uitspraak begrijpen. Partijen moeten de uitspraak begrijpen en aanvaardbaar vinden. Tegelijk moet in de uitspraak met kracht van argumenten worden uitgelegd waarom iemand bijvoorbeeld schuldig wordt geacht aan een strafbaar feit en waarom een bepaalde strafmaat hierbij passend is. Of waarom bijvoorbeeld in een kort geding het belang van de ene partij zwaarder weegt dan dat van de andere. Een heel andere vorm van transparantie kennen wij in Nederland niet. Dat is de transparantie van de dissenting opinion. Eerlijk gezegd is daar wel vraag naar, merken wij hier ook in Nederland. Maar het Nederlandse juridische systeem kent het niet. Maar het zou wel ook wel weer inzicht kunnen geven in wat er leeft bij de rechters. Wij kennen het geheim van de raadkamer. Dus de raadkamer in Nederland is niet transparant. In wezen is een plenair debat, zoals wij hier bijna elke dinsdag voeren, de ultieme vorm van het uitdragen van uiteenlopende opvattingen. Van transparantie dus. Het wordt voor de burger, de samenleving, duidelijk dat de regering weliswaar een bepaalde motivering voor een wetsvoorstel heeft. Dat hoor ik nu toch? Een vogel. Maar dat daar ook anders over kan worden gedacht. Vervolgens kan bijvoorbeeld uit stemverklaringen duidelijk worden, stemverklaringen zijn heel belangrijk ook, hè, duidelijk worden dat niet alleen bij fracties onderling, maar ook binnen fracties verschillend over een onderwerp kan worden gedacht. Er wordt met enige regelmaat een stemverklaring afgegeven die als volgt luidt: de meerderheid van mijn fractie steunt het wetsvoorstel. Dan is het duidelijk dat de rest van die fractie dat dus niet steunt. En dat geeft dan toch weer aan dat er een bepaalde discussie heeft plaatsgevonden binnen die fractie. Tot slot. Ik heb wel eens gezegd dat transparantie een modewoord van onze tijd is. De gedachte erachter is wel degelijk van alle tijden. Ik hoef alleen maar naar het plafond te verwijzen. Transparant zijn schept vertrouwen, zorgt voor verbondenheid en dwingt tot het afleggen van verantwoording. Ik heb het al gezegd, neem nooit een besluit dat je achteraf niet kunt uitleggen. Daarbij kan regelgeving bijdragen aan transparantie, maar dit is alleen effectief als het een codificatie is van heersende opvattingen, al dan niet tot stand gekomen in een publiek debat. Wat doet de Eerste Kamer? De Eerste Kamer werkt hard aan transparantie door de regering via schriftelijke vragen en mondeling debat uit te dagen om wetsvoorstellen heel grondig toe te lichten. Ik heb het al gezegd, op de gronden rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. De Eerste Kamer heeft zelf ook de plicht als volksvertegenwoordiging om open te zijn over de manier waarop wetsvoorstellen hier worden behandeld. Ik heb u vandaag toegelicht op welke manier de Kamer dit doet. Wij staan open voor vragen van u, opmerkingen van u, aanbevelingen van u. Dank u wel. Hartelijk dank. Ik wilde de opmerkingen en vragen even uitstellen tot na de presentatie van mevrouw Scholtens. Ga je gang. Goedemiddag, dames en heren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter van de Eerste Kamer, ook voor de gelegenheid om hier een verhaal te houden over transparantie. En bijzondere dank aan het Montesquieu Instituut, omdat
vandaag te doen vanwege het interessante thema wat u eraan gehangen heeft. Die vraagtekens, die dubbele punt, die kansen en die risico's, dat is wel eens anders geweest. Dat is wel eens anders geweest. En het spreekt mij aan. Op de website van het Montesquieu Instituut werd mijn proefschrift omschreven als een kritisch proefschrift. En ik beschouw dat als compliment. Dank je wel. En vanuit die optiek wil ik dus graag een bijdrage leveren aan die zomerse zomerconferentie van vandaag. Het is het slot van een reeks. Ik weet niet, ik zie een aantal bekende gezichten. Ik heb ook niet alles bij kunnen wonen, maar het was een reeks en er was veel te beluisteren. Veel verwondering, veel dingen je afvragen. En ik heb mij voorgenomen om iets te doen van wat de hond in zijn openingsspeech zei, namelijk, ja jongens, naarmate er meer informatie is, die overload, hebben wij meer behoefte aan duiding en meer behoefte aan overzicht. Nou, laat ik daar een poging toe doen. Die is per definitie gemankeerd. Maar als u verder naar mij geluisterd hebt, dan snapt u ook waarom dat nou helemaal niet anders kan. Ik wil een aantal invalshoeken volgen. Ik plaats een relativering. Ik ga wat ordenen. Maar ik ga ook waarschuwen en u wat ongemakkelijk maken wellicht of verwarring stichten. Maar ik neem mij voor om wel te eindigen met een aansporing, zodat u niet helemaal onthand hier straks aan de borrel gaat. Maar eerst een vraag. Herinnert u zich deze nog? Gezien de gemiddelde leeftijd van het gezelschap zijn er allerlei mensen die weten wat dit is. Het is geen kalkpapier. Nee, het is erger. Wat is dit? Hoe noemden wij zo'n ding? Ja, maar in het Nederlands. Een transparantje, precies. Dat wou ik natuurlijk horen. Dit is een transparant. Voor de jongeren onder ons, onder andere mijn stagiair, toen wij nog geen beamers hadden, hadden wij overheidsprojectoren en dan legde je zo'n ding erop en daar stond tekst op en dan werd dat geprojecteerd. En iedereen die daarmee gewerkt heeft, weet dat één ding heel belangrijk was. Hij moest gewoon niets toevoegen. Zo'n ding moest schoon zijn, alleen maar doorgeven, alleen maar drager zijn van informatie, niet een schilfertje of een haar of een restje van die stiften die dan zogenaamd uitwisbaar waren, dan had je net de verkeerde te pakken, want dan stond dat genadeloos achter je. Dus hij moest vooral niets doen. Nou, transparant als zelfstandig naamwoord, als ding. Transparantie, dat is een eigenschap. Dat is een bijvoeglijk naamwoord. En dat is de betekenis waar wij het nu allemaal over hebben. En het interessante daarvan is dat dat nou juist wel beoogt heel veel teweeg te brengen. Trans, hè, wat in de etymologie zit, dat slaat natuurlijk op beweging, hè, van het een naar het ander. Nou, transpareren, doorzichtig. Als je kijkt naar hoe wij transparantie tegenwoordig gebruiken, vooral als metafoor of als analogie, dan zit daar altijd ambitie in, zeker als de overheid ervoor pleit. Nou ja, en als het dan gaat om die ambitie, ik kan er natuurlijk niet onderuit om te reageren op het citaat wat de voorzitter net ook gebruikte, maar wat ook in de opening klonk, wat ik heb gezegd over die maatschappelijke multivitamine. Het lijkt overal goed voor en je hebt niet zo gauw te veel. Dat was mijn eerste conclusie toen ik begon met het onderzoek, in 2006. Toen ik me oriënteerde op beleidsstukken, op toen dacht ik, het is niet te geloven. Het is echt overal goed voor marktwerking, voor vertrouwen in de overheid, voor de legitimiteit, voor de kwaliteit van dienstverlening, voor de, nou noem het allemaal maar op. En ik dacht toen, kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn, stel je voor. En vervolgens dacht ik, dat moet maar eens uitgezocht worden. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb naar kamerstukken gekeken. 5000 kamerstukken en ik heb gekeken, wat staat daar nou? Wat willen die politici hier nou? Wat is de strekking, de intentie, achter dat pleiten voor transparantie? Want er werd natuurlijk voortdurend voor gepleit. En ook, wat is de veronderstelde impact? Hoe denken ze nou dat dat gaat werken? En wat maakt dat mensen er zo over denken?
Nou, een heel boek over geschreven, prima, ga ik verder niet over vertellen. Maar ik breng wel even de hoofdordening voor u ter tafel die ik daarin heb gezien. En als je kijkt naar de bijeenkomsten in de zomerconferentie, dan zie je dat die betekenissen, die impact steeds door elkaar loopt. En dat is geen wonder, want het is gewoon een ongelooflijk... Ja, een begrip. Ik sluit me graag aan bij de kwalificatie van donderdag gisteren. Eergisteren een briljant met vele facetten. Drie hoofdonderdelen. Het eerste is, en daar ging het natuurlijk vooral over, transparantie als democratische waarde in zichzelf. Onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Dan moeten wij kunnen zien wat het parlement doet. Dan is het parlement bereikbaar. Dan kunnen we het volgen, nu ook via internet. Dan worden wetten gepubliceerd. Een overheid stelt zich open voor tegengeluiden. Er zijn commissies die kritische onderzoeken doen. Dat is de responsieve overheid naast die kenbare overheid. En een transparante overheid is een betrouwbare overheid. Die zijn legitimiteit onderhoudt. En die moet op peil zijn. Je moet wel zo gezien blijven worden. Nou, dan is transparantie echt een waarde in zichzelf. Zonder dat, jongens, hebben wij geen democratie. Dan kunnen we dit huis wel opheffen, althans, dan krijgt het een hele andere betekenis. Dus de waarde in zichzelf. En het Montesquieu-instituut staat natuurlijk vooral voor het bestuderen en het verder brengen van inzichten rond die waarde. Dat zie je veel, dat hoor je veel en daar hebben parlementariërs natuurlijk en de regering de mond van vol. Maar nog veel meer werd transparantie neergezet als middel. Als middel voor van alles en nog wat. Ter verantwoording, marktwerking bevorderen, consumenten en burgers empoweren enzovoort. Alles onder controle, kijk maar, het deugt. Hier kunt u zien hoe het gegaan is. Transparantie als middel. En een andere, en de voorzitter sprak daar in haar laatste alinea over, transparantie als houding. Dan gaat het over het gedrag. Hoe stelt een mens, niet een institutie of een wet of een weet ik het wat, maar hoe stellen wij mensen ons op in het gesprek ten opzichte van een groep? Wat laten we zien? En op welke manier laten we dat zien? Stellen we ons open? Die houding, dat heb ik genoemd open kaart. En het ingewikkelde daaraan is, of het interessante, is dat altijd een keuze is. Dat is een wilsbesluit. Je kunt je transparant opstellen of niet. Bij democratische waarden, daar zijn allemaal wetten en regels. Daar heb je je maar aan te houden. En als het niet gebeurt, dan is het huis misschien te klein. Maar transparantie als houding, dat laat zich natuurlijk niet compleet in wetten en regels vastleggen. Gedragscodes zijn allemaal pogingen om het te doen, want we willen daar toch iets van houvast hebben. Maar per saldo is het gedrag wat van binnenuit komt, moreel appel, moreel kompas, horen we nu veel. En dat is een andere tak van sport, zou je kunnen zeggen. Een andere vorm van transparantie. Nou, dat hele scala... Aan al die verschillende dingen die je ermee kunt of die je ermee zou willen bereiken enzovoort. Dat is naar mijn opvatting wat ik zag echt jarenlang heel erg behoorlijk klakkeloos omarmd zou je kunnen zeggen. Het was echt een hoera woord. Een balance issue. Daar kun je niet tegen zijn. Nou, dat is nu aan het veranderen. Getuigen ook het thema van deze conferentie. En ik ben daar blij mee. Maar ik ga nog wel even terug naar... Die populariteit, het leek de norm. Transparantie hoort. Je hebt er niet gauw genoeg te veel van. En voor mij is dat dan natuurlijk de vraag, en is dat nou zo? Dus wat ik heb gedaan is zoeken naar grenzen. Dat woord dat kwam op, dat hebben we natuurlijk de afgelopen weken heel veel gehoord. Het zoeken naar die grenzen. Ik heb gezien dat er ook heel veel... erkende vormen van non-transparantie in onze samenleving zijn. In onze democratie. Maar ook in de gewone samenleving. Want wij houden best van een goochelaar of verstoppertje of stratego. En dan zet je die dingen natuurlijk
lekker dat je tegenstanders niet kan zien. Bij Monopoly moet je wel laten zien wat je hebt, hè, of je recht hebt op de penningen. Maar non-transparantie komt overal voor. Het recht, ons strafprocesrecht, heeft daar allerlei beschermingen voor jonge kinderen. Er zijn processen achter gesloten deuren. In de financieel-economische wereld, het bankgeheim, de side letter, de stille curator. Er zijn ook beroepen die erbij gedijen, zoals de privédetectieven en de lobbyist. Ook al zijn daar dan weer pogingen om te zeggen, ja, maar we willen wel weten welke lobbyist waar met wie gesproken heeft. Het wemelt van die voorbeelden. Psychologisch wat niet weet, wat niet deert. Over die worstjes misschien, die slager. En bestuurlijk is natuurlijk heel belangrijk, en dat hebben we verschillende keren langs zien komen de afgelopen weken, dat mensen vragen stellen bij de wenselijkheid om onderhandelingen, fractieberaad, delibereren over wat zou het moeten zijn. Ja jongens, dat moet je in beslotenheid kunnen doen. Want je moet terug kunnen komen op opvattingen en het zonder gezichtsverlies enzovoort. Nou, het regeerakkoord, ja, dat is ook zo'n onderhandeling. En het geheim van de raadkamer noemde u. Nou, het wemelt van die voorbeelden. Zeker als je een beetje op gespitst bent, dat was ik natuurlijk. Dus dat is een leuke verzameling. Wat ik ermee wil zeggen is dat transparantie niet de norm is. Niet bij voorbaat altijd elke keer de norm. Er zijn goede redenen van oudsher om daarvan af te wijken. Als de nationale veiligheid in het geding is, privacy, het beschermen van de belangen van kwetsbaren of van onschuldigen. Maar ook je concurrent niet bevoordelen. Bedrijfsgeheimen snappen wij allemaal. Coca-Cola niet op internet met het recept. Nou, talloze voorbeelden. Het is dus niet de norm, maar wat interessant is, is dat er wel aan een heleboel van die vormen van non-transparantie gemorreld wordt de laatste jaren. Dat bankgeheim, die lobbyisten, het embargo op stukken voor Prinsjesdag. Nou, er zijn ook allerlei voorbeelden, het beroepsgeheim van docenten bij verdachte kindermishandeling. Er wordt op heel veel plekken gemorreld aan wat voorheen toch stevige vormen van erkende vormen van non-transparantie waren. Wij willen weten. De zoete koek is op. We nemen het niet meer voor zoete koek aan. Een witte jas of een toga in de rechtszaal, het is niet genoeg. Het is niet zonder meer toereikend. Die legitimiteit die moet onderhouden worden, moet bevochten worden, er moet verantwoording afgelegd worden. De doe-democratie, noemde de hond ook, het is misschien wel een doe-het-zelf-democratie. Dankzij die ICT, die technologie, is het voor veel meer van ons mogelijk om ook deskundig te zijn, om weerwoord te kunnen bieden. Nou ja, dan nemen we het dus niet meer voor zoete koek aan en we stellen ons actief op. Daaronder ligt natuurlijk heel veel van het maakbaarheidsdenken. Meten is weten. En wat niet weet, wat niet deert, ja, dat heeft toch een beetje afgedaan, lijkt het. Het niet weten deert. Nou, dat leidt ertoe dat na die aanvankelijke hoera, er een roep was om al maar meer, ongeclausuleerd, alles van WikiLeaks, open government, alle data, alle beraadslagingen, alle in Amerika gaan ze daar heel erg ver in, dat moet allemaal op internet. Ja, gaat dat helpen? Gaat dat werken? We hebben er intussen dus wat ervaring mee opgedaan. En dan zien we natuurlijk dat het soms te veel is en soms te weinig. En soms gaat het anders dan we hadden gewild. Te weinig. Gisteren was er een debat over Europa. En de moeite die journalisten moeten doen om berichtgeving over Europa in de pers te krijgen. In het journaal of in de krant. Want Europa is niet interessant genoeg. Terwijl nou ja, de roep om het democratisch tekort opheffen ook een hele duidelijke is. Maar lukt nog maar niet. We hebben verantwoordingsdag. Nou, het is straks op 17 september echt een stuk drukker en veel meer aandacht in de pers dan dat het op de derde woensdag van mei is. Waar VBTB ook met zulke pakken papier tevoorschijn komt. Ja, wie leest het? Wat gebeurt het? Wat brengt het teweeg? Minder dan de goede intenties, denk ik. Soms is er ook te veel. Al die wobbers.
Al die mensen die allemaal WOP-verzoeken indienen met het misbruik ervan. WikiLeaks, kan het nou wel of niet? Moet het allemaal? En soms is het ook anders. U noemde ook de topinkomens en zo zijn er natuurlijk nog wel meer effecten. Het pakt soms heel anders uit dan gewend. En het is geen wonder. Ik vind het niet raar, want als je kijkt waar die transparantie, al die ambities en al die plannetjes, waar dat nou vandaan kwam, dan ligt daar dus heel vaak een heel rationeel paradigma onder. Vanuit het idee, er is informatie, mensen moeten beschikken. Als mensen beschikken over informatie, volledige informatie, informatie die kan kloppen, dan gaan ze helder nadenken, een rationele afweging maken en dan komen zij tot rationeel gedrag en tot een rationeel besluit. Nou, dat is niet zo, dat weet u ook. Maar dat is wel wat achter heel veel van die intenties van transparantie ligt. Dus het is geen wonder dat het af en toe niet werkt. En dan kom ik een beetje bij mijn waarschuwing. Transparant heeft natuurlijk als concept, als begrip, daar hangt aan objectief, duidelijk, helder. Dat heeft iets geruststellends. Zo van, dan is het in orde. Ja, en het spijt me, maar dat kan het niet zijn. Informatie is altijd gekleurd. Dat was ook de titel van de bijeenkomst naar aanleiding van de film Promised Land van de week. Informatie is altijd gekleurd. Het is dus nooit onschuldig. Er is altijd macht aan de orde. U noemde dat ook, Donna noemde dat ook. Van er is een selectie, er is een bewerking, het wordt geframed. Dus net zo goed als ik nu een selectie voor u maak en het frame enzovoort, is dat altijd het geval met informatie. Nou, die totale transparantie, waar af en toe ook weer om geroepen wordt, dat is natuurlijk een fictie. Wij kunnen niet alles expliciteren. We realiseren ons niet eens alles als het gaat om besluitvorming. Wat was nou belangrijk en hoe heeft die afweging gelukt? Dus het is een fictie dat je dat ook zou kunnen overdragen. En de transparanteurs, zoals ik ze noem, dus de media en de NGO's, onze toezichthouders, die doen hun best om uit die veelheid nou ja, een beetje behapbare informatie voor ons te maken. Nou, dat is buitengewoon behulpzaam. Maar die geven er ook weer hun draai aan natuurlijk. Dus die complete transparantie, dat is wel een illusie. Nou, voor zover er dan toch informatie transparant is, hè, kenbaar wordt, het wordt nog erger. Transparantie biedt geen garantie. Dat is een beetje wat ik net ook zei, van het leidt tot hele andere effecten. Er zijn allerlei hordes. Wordt het openbaar gemaakt? Wordt het opgemerkt? Wij weten nu hoe het in de Eerste Kamer gaat, wat we allemaal kunnen zien en horen. Als het opgemerkt wordt, wordt het begrepen? Dan gaat het over het jargon en de taal. Als het begrepen wordt, wordt het serieus genomen? En als het serieus genomen wordt, weegt het nou mee om anders te denken of anders te gaan handelen? Nou, dat zijn allemaal hordes die elke keer weer genomen moeten worden. En iedereen geeft zelf betekenis aan de informatie die hij krijgt. Dat model van, er is een afzender, een zender en die wil wat en die heeft een boodschap. En die boodschap is precies wat die zender wil. En wij ontvangers vangen dat precies op zoals die boodschap bedoeld is van die zender. Ja, dat model is echt wel al heel lang buiten bedrijf, zou ik maar zeggen, in de communicatiewetenschappen. Iedere actor, iedere stap geeft zelf betekenis aan informatie die krijgt. En dat maakt dus nou ja, de kans op, je kan zeggen vertekening, maar dat is dan toch hoe mensen het voor zichzelf relevant maken. Dus geen garantie. Het spijt me. Nou, in deze tijd kom je natuurlijk niet heen om de constatering dat transparantie ook duur is. Transactiekosten zijn ermee gemoeid. Alles in contracten willen vastleggen tot achter de letter, tot achter de komma, juridisering, alle tijd die het kost. Daar gaat gewoon heel veel, dat kost heel veel geld om dat te doen, heel veel inspanning. En de doorlooptijden worden veel langer. Het is veel makkelijker om elkaar te kennen, elkaar te vertrouwen en te zeggen, joh, dit gaan wij samen doen, dat komt goed. En we weten elkaar te vinden en we gaan elkaar niet verrassen. Vertrouwen is aanzienlijk voordeliger. En natuurlijk best prettig om in te werken.
Nou, dan wijs ik nog op het laatste en dan hou ik op met deze zwartkijkerij in zekere zin. Maar dat vind ik wel een ernstige. De combinatie van meer transparantie en minder tolerantie is wel een hele linke. Als wij minder tolerantie hebben voor wie of wat afwijkt, dat er nooit eens ergens een vergissing gemaakt kan worden, dat een kind wat niet excellent is, gisteren hoorde ik dat kinderen een excellent kind, ik denk zeg dan hooguit een excellente leerling, het ging over onderwijs, niet excellent, net niet voldoen aan welke norm dan ook, ja, als wij dat allemaal gaan afkeuren, dan wordt het ook wel ingewikkeld. En dan heeft transparantie in die zin ook een hoge prijs. Want dan, ja, dan kan het wantrouwen welig gaan tieren, zullen we maar zeggen. Dus het is wel belangrijk om maat te houden. Want die onvrede die neemt natuurlijk hand over hand toe. Nou, en maat houden, ja, dat gaat dan natuurlijk over grenzen. Nou, daar is het zoeken naar. En daar hebben veel mensen zich de afgelopen weken over bekreund. Van, ja, wat is nou een goede maat der dingen? Kom ik zo nog even op terug. Maar ik zei net van, het wantrouwen ligt op de loer. Als we het te bond maken, als we er te veel van verwachten, noemde Donner ook. Maar de veronderstelling, een van de steeds terugkerende veronderstellingen in die kamerstukken, maar ook elders in het politiek-bestuurlijk discours, is dat meer transparantie leidt tot meer vertrouwen. Jaren is dat zo geweest. En inmiddels ervaren wij wel dat dat helaas niet altijd waar is. Misschien wel in tegendeel. Er zijn ook mensen die dat zeggen. Naarmate het niveau van informatie stijgt, de transparantie stijgt, daalt juist het vertrouwen in een organisatie of wat dan ook. Ja, en ik denk dat, dat het maatschappelijk vertrouwen, of het vertrouwen in de maatschappelijke dienstverlening, dat vooral ja, ook een kwestie is van een dissatisfier. Wij gaan ervan uit dat de dingen deugen. Links en rechts rijden, dat doen we gewoon allemaal. Dit gebouw gaat niet instorten. Nou, halverwege 16e, wat was het, 17e eeuw, dus het staat al even. Dus wij veronderstellen graag dat het deugt. Want wij gaan dat natuurlijk niet allemaal elke keer controleren. Dan hebben we geen leven meer, hè? Maar goed, totdat een diploma toch niet waard blijkt te zijn wat je dacht. Of totdat er inderdaad een balkonnetje naar beneden stort. Of totdat erkende, of hoe heet het, gerespecteerde gezagsdragers toch vooral aan hun eigen zakkenvullerij hebben gedacht en de belangenverstrengeling plaatsvindt. En totdat de beleggingen toch niet zo safe waren. Dan raken wij natuurlijk alert en dan raken wij misschien wel wantrouwend. Maar zolang een heleboel dingen gaan zoals ze gaan en zoals wij terecht, denk ik, zeker in ons land met het niveau van dienstverlening veronderstellen. Nou jongens, dat loopt. Prima. Hou we zo. Maar goed, de media hebben natuurlijk vooral belangstelling voor die missers. Dat hoort ook zo. Waakhonden, werd ook net even genoemd. En incidenten. Ja, ik ben niet zo benauwd voor incidenten. Een incident is een bron van leren, is een bron van aandacht. Als er in het ene ziekenhuis op een operatiekamer vreselijke dingen gebeuren, dan weet ik zeker dat diezelfde dag of de volgende dag de raden van bestuur in al die andere ziekenhuizen zeggen, jongens, hoe gaat dat bij ons? Lopen wij ook dat risico? Checken, maatregelen nemen enzovoort. Het is een bron van leren. En het is ook een bron van leren waar de regelgeving wellicht niet toereikend is. Maar de reflex om het te gaan regelen en wetgeving en meer, nou dat is wel jammer dat die heel vaak te zien en te horen is in de Tweede Kamer. Nou, met transparantie is het misschien wel net zoiets, hè, als dissatisfier. Je gaat ervan uit dat je te weten komt wat je weten moet. En op het moment dat we aan ons water voelen, want zo gaat dat met geloofwaardigheid en met, nou ja, mensen die woordvoerder zijn of wat dan ook, dat er dingen achtergehouden worden en dat links de doofpot klaar staat en rechts het achterkamertje, de deur nog even dicht gedaan wordt. Dan raken wij natuurlijk wel een tikkeltje ontzet. En dat raakt dan natuurlijk aan vertrouwen. En vertrouwen is een psychologisch effect.
Dat laat zich dus niet helemaal van A tot Z regelen en in wetten en in regels en zo vastzetten. Het is niet rationeel, het is relationeel. Nou, het is mensenwerk dus. En de bejegening van burgers en mensen doet veel. Ombudsman heeft daarover gesproken. Donner sprak daar, meen ik, ook over. Je gezien voelen, hè, de responsieve overheid, we openstaan voor, luisterend oor, de dialoog aangaan. Het gaat om dat gedrag. Dat is dus transparantie als houding. En het kan vaak heel veel productiever zijn om ruimhartig informatie te geven. En die is dan misschien niet wat iemand graag wil horen, maar het wordt wel als fair beschouwd. Mensen kunnen het snappen, kunnen het plaatsen. Ik deel de visie van de ombudsman daarin. En dat informatie over het proces en over de procedure daarin dus een hele waardevolle rol kan hebben. En het gaat natuurlijk om de geloofwaardigheid. En dat is een optelsom van betrouwbaarheid, betrokkenheid en bekwaamheid. Nou, die moet je allemaal laten zien. Nou, integriteit en bejegening, ja, dat laat zich dus niet reguleren. Dat is gewoon een kwestie van doen. En je kunt het met gedragscodes wel proberen. En dat moeten we misschien ook niet achterwege laten, want symboolwetgeving heeft ook zijn waarde. En symboolpolitiek is ook effectieve politiek. Maar het komt ergens anders vandaan. Nou, tijd voor even een tussenstand. Transparantie is dus ingewikkeld. Het is gewoon niet eenvoudig, het is niet rechtlijnig, het is niet eenduidig. En er zitten heel veel dilemma's aan vanwege de botsende waarden. Gaat het nou om de privacy of gaat het om de nationale veiligheid? Gaat het om de kwaliteit van dienstverlening of gaat het om het recht doen aan dat mensen nog dingen aan het ontwikkelen zijn? De bestuurskunde die weet wel weg met botsende waarden, want dat is waar we mee te maken hebben. En wij zoeken naar die nieuwe grenzen. En in het zoeken daarnaar, ik denk dat het niet makkelijk is. Want effectieve transparantie, die dus doet wat je beoogt met je goede bedoelingen. Dat is volgens mij een kwestie van doseren. Met een C. Nee, met een S. Sorry, wat zeg ik nou? Doseren met een S. timen. Ook welke bron en via welk medium. En het is elke keer weer anders wat, wanneer, op welk moment, door wie, transparant gemaakt kan worden. En dan ben ik het eens met Donner die zegt, een beetje transparant kan niet, net als een beetje zwanger. Op het moment dat het transparant is, dan is dat het pakket. En op het moment dat dat er ligt, is het uit je handen wat ermee gebeurt. Dus het nadenken, hè, al die mensen, al die organisaties die ambities hebben met transparantie, het nadenken begint dus vooraf. He, dus bij het doseren, timen enzovoort, dan kun je er nog invloed op hebben, maar niet meer als de publicatie of de toegankelijkheid eenmaal een feit is. Nou, ik geef het je te doen, want het is natuurlijk elke keer anders, u snapt hem al. Het is contextafhankelijk, het is situatiespecifiek en het is persoonsgebonden of het mij wel of niet aanspreekt en of ik er wel of niet anders van ga denken of doen. Dus het valt met die oplossingen niet mee. En ik moet zeggen dat ik me ook wel afvraag of we het nou wel echt willen. Zitten we er nou op te wachten? Want je kan wel zeggen, alles openbaar. Maar wij lezen, korte artikelen. Korte items, we leven in een beeldcultuur. We kunnen wel zeggen, we willen het naadje van de kous weten en de onderste steen boven. Maar de quotes en de tweets, dat is toch waar we het mee moeten doen. We kunnen wel zeggen, het moet allemaal grondig onderbouwd worden. Maar als een journalist nauwelijks tijd krijgt om zich ergens in te verdiepen en dan moet er al een stuk liggen. En als een politicus, terwijl de overhandiging van het rapport net heeft plaatsgevonden, al gevraagd wordt om een reactie. Ja, dat kan natuurlijk niet een grondig onderbouwd iets zijn. De schijn van belangenverstrengeling, de schijn van misbruik, nou dan is het huis te klein. Maar aan de andere kant gaan wij tegen betaling de schijnzekerheid aan die een total body scan levert. Dus wat willen we nou? Ik vind dat zijn toch een beetje tegengestelde punten. En in datzelfde mechanisme zit een beetje het verhaal van, ja, je wil wel alles van anderen weten, maar niet over mij. Dus ik vind dat wel een variant van NIMBY, not in my backyard, wat ik schreef in de column op de site van not about my own business.
Want dat hebben de ziekenhuizen gezegd bij de comorbiditeit, dat zeggen de scholen, omdat ze zeggen, ja, maar wij hebben zulke verschillende kinderen. En nu het bij de overheid ook dichtbij komt, met al die wobbers, met PRISM, met NSA, met allerlei onthullingen, zegt de overheid ook, ho, eens even, waar is de grens? Not about my own business, maar wel van alles van de burger willen weten. Nou, ik heb daar geen oordeel over in de zin van dat dat fout is. Ik wil alleen maar aangeven dat het gewoon heel ingewikkeld is. Waar moet je nou wanneer je sterk voor maken? En waar is het wanneer wijs om te zeggen, oké, het is goed zo. We laten het, is genoeg. Nou, tot slot. Ik zie nog geen mensen helemaal wit wegtrekken en naar de zaal uit moeten roepen. Maar het wordt wel tijd voor perspectief. Wat ik heb laten zien is dat we het in het politiek-bestuurlijk discours aanvankelijk omarmden, kritiekloos. Dat daar de ambitie en de roep om meer uit voortkwam. De techniek maakte dat mogelijk. En nu zitten wij misschien in een fase van een zekere ontnuchtering. Er komen wat kwalijke kantjes tevoorschijn. De neveneffecten zijn ook niet allemaal even jovel. Dus er ontstaat kritiek, er zijn vraagtekens en er is argwaan. Dat is positief. Ik vind dat allemaal positief. En ik denk dat wij nu staan op de drempel naar een wat realistischer besef en een wat realistischer omgang met transparantie. En dan moet ik even denken aan wat Kees Bootman gisteren zei, die citeerde socioloog Beck. En dat was zoiets als de oude orde lijkt gestorven, maar de nieuwe is nog niet geboren. Wij zijn dus wel aan het zoeken naar die realistischere kijk op transparantie. En wat belangrijk is, denk ik, is dat transparantie is een communicatieve daad. Aan transparantie doen is een kwestie van communiceren, communicatie. Met alle ingewikkeldheden van dien, want het is dus mensenwerk. Nou, en dan kan niet alles vanwege ons menselijk onvermogen om het te uiten, om het te snappen en om het op te nemen. Integriteit en vertrouwen kun je nou eenmaal niet bij wet verordonneren. We hebben erkende vormen van non-transparantie. We zoeken naar nieuwe grenzen. Wat blijft echt zo en wat wordt anders? Dus het is wel ingewikkeld met die botsende waarden. Nou, het pleidooi wat ik tenslotte wil houden, bij wijze van aansporing, is dat wij misschien weer meer ruimte moeten gaan hebben, ruimte moeten bieden aan enige nederigheid. Dus het maakbaarheids, ideaal, illusie, denk ik, die een beetje loslaten en daarin een stapje terug. Ik ben een groot voorstander van argwaan, van gezonde argwaan. We zeggen niet voor niks gezonde argwaan of argwaan koesteren. En het is iets anders dan wantrouwen. Want wantrouwen is bij voorbaat denken, nou, het zal niet deugen en Maar gezonde argwaan is gewoon kritisch, open kijken, jongens, wat is er aan de hand? Dat zijn die checks en balances, dat is die countervailing power. Dus wij kunnen kritisch zijn, maar we moeten onze instituties en elkaar denk ik niet overvragen. Dat is ook niet fair. En ik ben een groot, in de literatuur zie je nogal, en ook trouwens in beleidsstukken, dat men zich afzet tegen informatieasymmetrie. De ene partij weet meer en de burger, de student, de patiënt of de consument die weet minder. En dat moet gelijk getrokken worden, dus daar moet informatie in. Want de informatieasymmetrie is uit den boze. Ja, jongens, ik denk, onze wereld is ontzettend ingewikkeld. Ik ben organisatieadviseur, de arbeidsdeling is niet voor niks uitgevonden. Ieder zijn vak. En het is, ja, ik heb er een van de stellingen die ik ervan gemaakt heb, is als je informatieasymmetrie afwijst, dan misken je de waarde van maatschappelijk vertrouwen. Het is toch niet anders dan buitengewoon plezierig om te kunnen volgen wat iemand zegt of wat een partij weet, doet, dat je denkt, oké, die hebben ervoor doorgeleerd, die snappen het, zo gaan we dat doen. Dat hoef ik verder niet te doen. Dus informatieasymmetrie, prima, niet van schrikken. Wel opletten natuurlijk, maar op zich niks mis mee. En de informele transparantie, datgene wat uw buurvrouw of de moeder op het schoolplein of je vrienden of je likejes via Facebook of wat dan ook, informatie gewoon één op één horen,
die persoon weet wat ik belangrijk vind, die weet wat ik snap. Ik kan de betrouwbaarheid van die bron beoordelen. Nou, daar heb ik wat aan. Daar doen wij wat mee. Dus de mond-tot-mond reclame is allemaal prima. Bij alle internetterijen, daar staan trouwens ook dat soort dingen op. Maar informele transparantie is een mooi punt. En ik denk dat wij moeten beginnen bij het begin. En dat is dan transparantie als houding. Openstaan, openstellen. U gaf het ook aan in uw slot dat de Eerste Kamer dat doet. Het gaat om communicatie. Het is het relationele paradigma van transparantie. En dan kun je zeggen, ja joh, lekker makkelijk. Wat hebben we daar nou aan? Want hoe moeten we dat in hemelsnaam gaan regelen? Ja, dat laat zich dus niet zo makkelijk regelen. Het slechte nieuws is dat zich dat niet... Ja, dit is een huis van wetgeving. Dat zich dat niet in wetgeving laat vangen. En het goede nieuws is dat wij het gewoon allemaal kunnen doen. Heden, straks, morgen, waar u zich ook maar bevindt. Want het gaat om ons gedrag en we laten zien. We stellen ons open, we stellen vragen, we willen dingen weten, we laten dingen weten. En ja, daarmee stellen we een voorbeeld. En goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is ook een van de intenties achter transparantie met al die lijstjes. Nou, als wij dat doen, dan zijn wij dienaren van de democratie, zou ik denken. En daarmee ook werkend aan het vertrouwen in de democratie. Dank voor uw aandacht. Hartelijk dank, mevrouw Scholten. Komt u ook hier zitten? Rustig. Zo zijn we in een zeer transparante Eerste Kamer die op internet inderdaad heel zichtbaar maakt welke processen spelen en wanneer welke wetsvoorstellen worden behandeld. Beland in een transparantie waarbij het er vooral goed om gaat dat je daar zelf de juiste transparante houding in neemt. Wie heeft nog vragen voor een van de twee sprekers? Als je een vraag hebt, hier is een microfoon. Er zit een knopje op, even ingedrukt houden zolang je spreekt. Ja, maar dat is onvermijdelijk hier. Dat is. Beter? Oh, ik heb het mevrouw Scholtens beloofd, de dinsdag vorige week bij de openingssessie. Ik had toen wat vragen, daar was geen plaats voor, want er was geen plaats voor het debat. Maar mevrouw de voorzitter, mevrouw Broekers, veroorlooft u mij ook een zijdelingse opmerking die me is ingegeven doordat u het had over de vergewisplicht. Die kende ik niet, bij deze beken ik dat. Ik zou willen pleiten, maar dan gaat het niet hier om de Kamer hier, maar om het kabinet en onze premier voor een vergezichtplicht. Dit is terzijde. Ik kom nog op de premier terug. Ik hou het kort. Ik heb een voorstel, een suggestie voor de volgende zomerconferentie. Hopende dat het net zo'n mooie zomer is en dat er ook dan nog een conferentie is. Maar ik hoor goede berichten over het Montesquieu Instituut, het voortbestaan. Twee controversen deden zich voor bij lezingen waar ik bij was. Dat begon toen meneer De Hond het Montesquieu aanhaalde. Ja, ik kijk om, niet Willem II, maar daarnaast Montesquieu. En het had over dat... Montesquieu dus, en ik parafraseer, want ik heb het niet letterlijk hier, dat de overheid de burger niet moet lastigvallen met taken die eigenlijk de hare zijn. En dat de heer Plasterk vervolgens een aantal voorbeelden gaf over hoe toch, fijn toch, dat burgers, Schiphol kwam voorbij, zoveel taken op zich aan het nemen waren, geheel in de lijn van Elsevier en ook de Elsevier-lezing van onze premier. Laat de burger vooral veel dingen zelf doen. Dat is dat een wrijvingspunt. En de suggestie nu is, met alle ega's voor de overvolle agenda's van een minister en ook van de vicevoorzitter van de Raad van State, de heer Donner, al een paar keer voorbijgekomen met zijn worstenmetafoor. Als deze heren nou wat langer hadden kunnen blijven, dan had dat ook een debatpunt kunnen zijn. Wat was het andere debatpunt? Nou, dat waren die worstjes van meneer Donner. Over een citaat van Bismarck, heeft meneer Donner mij nog gezegd. Want daar was meneer Brenninkmeijer het, hij zei zuchtend ja, niet mee eens. Je moet ook het proces wel degelijk
het worstbereiden volgen. Ook daar moet transparantie in zijn. En dat kan niet half, want dat is net gezegd. En met de sheet ook getoond. Je bent of zwanger of niet zwanger, je bent transparant of niet transparant. Ook de heer Donner moest snel weg en dus ook van dat wrijfpunt is daar ter plekke niks terechtgekomen. Als u die heren uitnodigt, nogmaals met alle egaars van uw volle agenda, laat ze er even bij blijven, dan wordt het stukken gezelliger. Wij evalueren de zomerconferentie en daarbij zijn de mensen van het ministerie ook betrokken. En wij zullen zeker dit punt ook meenemen. Neemt niet weg dat wij de heer Donner erg dankbaar waren voor zijn gastvrijheid bij de Raad van State en dat hij meer tijd vrij heeft gehouden dan eigenlijk haalbaar was. Nog andere vragen? Voor iedereen volstrekt. Ja, gaat uw gang. Ik ben mevrouw Broekers, want u sneed weer een nieuw aspect aan, met alle respect voor de summing up van mevrouw Scholtes. Want u hebt heel uitvoerig gezegd het beleid wat de Kamer voert om transparant te zijn naar buiten internet. Maar jammer genoeg hield u op waar ik eigenlijk een vraag had. En dat was bij dat Greco-rapport van de Raad van Europa over die kritiek levert. En u noemde eventjes corruptie en giften. Maar de lobbyisten, daar wil ik toch graag eigenlijk iets meer van horen, hoe de Kamer daarmee omgaat. Wat doet u als Kamer als u praat over het rookverbod in cafés en u wordt bekogeld door de tabakslobby? Hoe gaat u daarmee om? Gaat u dan een hearing organiseren met de Koninklijke Maatschappij voor Geneeskunde om een tegenwicht uit te lokken? Is dat de manier waarop de Kamer ermee omgaat? En nog moeilijker lijkt het me als de lobbyisten zijn uw oud-collega's uit de Kamer of uit het kabinet. Wouter Bos, Wiegel, Maxime Verhagen, die hier ronddwarrelen, die ook nog lijntjes hebben via de partij. Hoe gaat de Kamer daarmee om? Kunt u daar een tipje van die sluier optillen? Ja, dank u wel, meneer Hattinga van Zandt. Wij kennen elkaar wat langer dan vandaag. Ik hoef deze knop niet vast te houden. Wat betreft wij worden bestookt door lobbyisten, organisaties en ook gewoon individuele burgers. Pas nadat een wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer. En dan moet ik u wel zeggen dat de tijd voor ons kort is. Dat heb ik ook zo in mijn betoog zo net naar voren gebracht. Als een wetsvoorstel in de Tweede Kamer is behandeld, komt het zo snel mogelijk bij ons op de agenda van de desbetreffende vaste Kamercommissie. En dan is er maximaal 4 tot 6 weken de tijd, het is dus echt wel kort, om inbreng te leveren voor schriftelijke vragen, voor het voorlopig verslag. Wat wij merken is, ieder lid, en ik praat dus nu even vanuit de tijd toen ik ook zelf als lid bewerkt, in ieder geval bestookt werd, ook nog niet eens, maar in ieder geval benaderd werd, laat ik het dan maar zo zeggen, benaderd werd door organisaties, en of ze dan lobbyden of niet, maar in ieder geval die zei van, luister eens even, er zitten nog andere aspecten aan, of ze zei, er is een amendement aangenomen in de Tweede Kamer, waardoor het wetsvoorstel er opeens heel anders uit is komen te zien met andere consequenties. Mijn ervaring daarin is in deze Kamer, dat meerdere leden dan daarvoor benaderd worden. Wat ook de Griffie doet, is als bij de Griffie wat binnenkomt, gaat het naar alle leden die betrokken zijn bij dat wetsvoorstel. En als daar veel informatie over is, waar we zelf ook nog veel vragen over hebben, dan organiseren wij een bijeenkomst. Die wordt niet geïnstigeerd door een van die clubs die ons benaderen, maar die komt tot stand omdat wij in de vaste Kamercommissie met z'n allen meestal vinden dat er zoveel tegenstrijdige informatie is gekomen over een bepaald wetsvoorstel, met name dus ook na amendering, dat het heel belangrijk is dat we precies weten van hoe is het nou gekomen, wat zijn de consequenties, hoe zit dit in elkaar, hoe werkt dit in de maatschappij enzovoort. Dan houden we bij een hoorzitting en dat is eigenlijk iets wat dus in de breedte van zo'n vaste Kamercommissie tot stand komt. Het is niet zo dat opeens een lid, die zie je geheimzinnig in die achterkamer met een lobbyfiguur in de weer.
het aardige is, en dat moet ik u zeggen, dat vind ik ook het positieve van de Eerste Kamer, dat eigenlijk de leden in een vaste Kamercommissie zelf heel erg transparant zijn over de contacten die ze hebben. Ze zeggen van, goh, ik heb nog een mail gekregen van die en die organisatie of van die en die persoon. Hebben jullie soms ook die mail gekregen? Nou, vaak is dat wel het geval, want dan wordt die naar iedereen gestuurd. Soms is dat niet het geval. Dan zeggen we, nee, die hebben we niet. Nou, weet je wat, dan stuur ik jullie die mail en dan kunnen jullie kijken en ook misschien dat we er verder over kunnen. Dus eerlijk gezegd, ja, het klinkt een beetje zoals we met z'n allen heel erg lief bij elkaar hangen. Dat is misschien een beetje overdreven, maar op deze manier wordt er mee omgegaan. En wat betreft, en dat is natuurlijk altijd de interessante vraag, hoe zit het nou met de figuren in deze Kamer die nevenfuncties hebben die misschien op een gegeven moment kunnen raken aan datgene wat hier bij ons ter behandeling voor ligt. Daar is een hele goede gewoonte in deze Kamer dat degene die daar misschien bepaalde attaches met een bepaald gebied hebben, zo'n wetsvoorstel niet behandelen. En eerlijk gezegd, uit mijn eigen ervaring, 12 jaar, weet ik dat hoe harder er gedrukt zou worden, des te sneller zegt iedereen, oh ja, nou dan gaan we gauw eens naar de andere kant kijken. Dus dat werkt niet helemaal zoals u misschien, of de buitenwacht misschien zou denken dat het werkt. Ga je gang. Ik ben hier eigenlijk een beetje te verlegen voor, maar ik ga het toch doen. Een vraag voor mevrouw Scholtes. U suggereert een kentering in de gedachtenvorming rondom openbaarheid. Van een multivitamine die alles oplost, naar toch meer denken ook in grenzen aan openbaarheid. Nou ben ik persoonlijk als ambtenaar bezig met het nastreven van openbaarheid. En dan ben ik een beetje verward als u oproept om het toch vooral ook te gaan doen. En in een houding te gaan doen. Dus kennelijk is er een verschil tussen dat wat de wetenschap nu als inzichten ziet. En dat wat wij als overheid zouden moeten doen. Heeft u daar nog een reflectie op het verschil tussen de wetenschappelijke inzichten en dat wat nu in de praktijk gebeurt? Ja, dank voor die vraag. Of het helemaal de inzichten van de wetenschap zijn, dat weet ik niet. Wat ik niet bedoelde te zeggen is dat een open houding in plaats kan komen van daadwerkelijk openbaar maken van informatie. Op papier of internet, of het kenbaar maken daarvan. Wat wel zo is, is denk ik dat de houding die politici, Kamerleden, organisaties innemen ten aanzien van informatie en hoe zij hun beleid voor het voetlicht brengen of verkopen of wat dan ook, hoe zij argumenten wel of niet delen, toezichthouders die wel of niet gehoor geven als er klachten zijn of wat dan ook, dat heel veel doet. Maar dat laat onverlet, ik zei niet voor niks, transparantie is een democratische waarde. Zonder dat kunnen we niet. Dus die openbaarheid, die moeten wij wel hebben en houden. Dat kan niet zonder. En dan is het wel zoeken naar die mate waarin en de manier waarop en voor wie wel en niet. En ja, dat aperte misbruik van de WOP, daar was het niet voor bedoeld. Dus daarvan kun je zeggen van ja jongens, zo zouden we dat niet willen. Maar het is zeker niet in plaats van. Ja. Goed, ik wil het graag hierbij laten. Dit was de laatste bijeenkomst van deze zomerconferentie 2013. Wij hopen er uiteraard volgend jaar weer te zijn met een opnieuw mooi thema wat past binnen het onderwerp vertrouwen. Dank u allemaal voor uw komst en uiteraard danken we de beide sprekers heel hartelijk. En die zal ik nog een klein presentje geven.